nu in Geel op het project Astor Klein Veldekens. Dat is eigenlijk een zorgcampus. Wij hebben hier, zijn hier algemeen aannemer geweest. We hebben alles gebouwd van A tot Z. Er zijn eigenlijk twee voornaamste bijzonderheden aan het project. Dat is enerzijds is dit een project bestaande uit CLT, eigenlijk een hybride bouw. Enerzijds een combinatie van beton en CLT. CLT is cross-laminated timber en zijn dus eigenlijk houten panelen en houten structuren. Dat is één. En twee spreken we over een soort van pilootproject voor de zorg. Dit is namelijk een gebouw voor de zorg met zwevende labels. Dat wil eigenlijk de overheid mee zeggen dat eigenlijk hier alles is aangepast aan de noden van de bewoner, aan de noden van de cliënt. Het CLT-gebeuren was voor ons niet nieuw, maar toch het is het hoogste gebouw CLT in België op dit moment. Dus de combinatie van het beton met het CLT en dus ook de verbindingen tussen CLT en beton maakt dit een uitdaging, enerzijds. Anderzijds uiteraard ook de hoogte. Akoestiek, het is toch niet onbelangrijk om deze gebouw ook akoestisch in orde te krijgen. Een vierde punt is bijvoorbeeld ook alles wat te maken heeft met brandweerstand en brandwerendheid. Dat ook allemaal zaken zijn die het projectteam en het werfteam hebben moeten oplossen. En een vijfde punt zijn eigenlijk verbindingen. Klinkt gek, maar er zijn heel veel verbindingen waar keuringen en attesten voor zijn in de gewone traditionele bouw met beton en silicaatsteen, noem maar op. Maar dus hier in een combinatie van beton en hout, waar dat geen keuringsattesten voorhanden waren, hebben we het werfteam hier ook moeten oplossen.